En ik snap het wel, in voetbal moet je wel punten pakken. Het gaat om resultaten. En dan zou je niet altijd zo blijven als wij nog komende wedstrijden verliezen. Ja, dat snap ik wel zelf ook, dat er druk komt. Maar wij hebben. Ja, het is wel vervelend om weer te herhalen na 5 nederlagen. Dat je 10 punten hebt. Jij staat in principe positie omhoog of positie omlaag. Sta je waar je moet staan. En alleen maar is wel vervelend dat je 5 keer verliest. Daarom probeer ik ook dat de spelers niet te druk voelen. Dat ze gewoon vrij kunnen spelen. Wij staan goed. Wij hebben ze ook laten zien waar we staan. Dat we goed hebben gedaan. Ook die eerste wedstrijden. En dan, ja, meer kunnen we niet doen. Ik heb echt 0,0 zeg maar, gevoel dat het iemand vervelend doet tegen mij. Ook spelers ook niet. Kijk, wij zijn hier allemaal voor ADO. En dat moet. En wij doen ons best. En soms loopt het en soms loopt het niet. Ja. Ja, ik weet het wel dat de trainer altijd. Druk krijgt of compliment krijgt of zo, maar ik heb vanaf het begin gezegd, wij zijn hier met z'n allen bezig om deze prachtige club om ergens omhoog te brengen en soms duurt dat iets langer, maar ik ben 100% van overtuigd dat het die negatieve race gaat gewoon omdraaien, dat het weer gewoon goed komt.